Raarste appgroepen vind ik eigenlijk festival appgroepen. Raar is niet het goede woord. Irritant. Irritant vind ik... Festival appgroepen, dat is eigenlijk je zin in een appgroep. Je wordt wel eens wakker op een weekend dat je niet naar een festival bent geweest. En je hebt 324 berichten. Dat is eigenlijk een beetje zo'n festival appgroep, weet je. Waar je eigenlijk alleen nog maar in blijft omdat de andere mensen de juiste dealers kennen. Dat is eigenlijk de enige reden dat je nog in die appgroep zit. En een paar mensen hebben een lach van herkenning. En wat oudere mensen denken, ik weet niet waar dit over gaat. Nou, dit stukje is ook niet voor jou. Jij weet niet waar een aubergine voor staat. Dus... doe maar even wat voor jezelf. Ja. Maar, dus ik zit zo in zo'n festival. Maar, dus, het ding is... ze zitten dus de hele tijd... Ze zijn gewoon verslaafd aan festivals. Dus je krijgt de hele tijd, door de week, krijg je ook al van... Hey, ga je mee naar Valtfest dit jaar? Ga je mee naar Pitch? Ga je mee naar Down the Rabbit Hole? Dat is van dezelfde organisatie als Lowlands, maar dan vetter. En ga je mee naar A Day at the Park? Ga je mee naar Henk op de Helling? Bouw maar dicht bij mezelf. Ja, nou, dit dacht ik dus ook. Ik dacht bij mezelf, dit is gewoon geen festival. Ze lopen nu gewoon shit te bedenken. Maar toen ging je dat opzoeken. Dat is gewoon een festival geweest, Henk op de Helling. Maar dat is wat hipsters doen. Denk, ha, ha, ha. Henk stond op een helling. We noemen het Henk op de Helling, want het boeit allemaal niet. Net zoals winkels, zo dat het dan brood heet. Want ze verkopen brood, dus we noemen het brood. Of burgemeester. Want we verkopen hamburgers, dus het heet burgemeester. Oh, wat zijn we ironisch met z'n allen. Ha, 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 ha. Maar dat is dus het was gewoon een festival. Maar ik dacht, ja, als dit een festival is... Ja, dan kan ik ook gewoon festivals bedenken. Dus toen zei ik gewoon voor de fun, zei ik van... jongens, gaat er iemand met mij mee volgend weekend naar Diepvries? Dat vond ik goed klinken. Zo ga je mee naar Diepvries? Dat vonden ze ook goed klinken. Ze zei, oh, wat voor festival is dat? Wat draai je daar? Ik zei, nou, vooral Deep House. Vandaar de naam Diepvries. Het is eigenlijk van dezelfde organisatie als Another Day at Another Park. En het is ergens onder industrieterrein, dus echt heel hip en zo. Dus nou, ik kreeg ineens van 12 mensen €37,50 overgemaakt. Ik kan je vertellen, als je even aan de grond zit, is dat echt een goede manier om even wat geld te maken.